Oh my god, gek. Oh, die keelgas. Oh shit, gek. Jongen en mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuw Fortnite video op mijn kanaal Games Rule. In deze video, jongens, gaan wij de Getaway Game Mode doen. Alleen niet zomaar de Getaway Game Mode, we gaan het solo's doen. Het is, op dit moment zijn de solo's erin. Het was natuurlijk eerst squads, toen duo's en nu solo's. Dus daarom, ik dacht van, weet je, dit is super chill. Want ik hou natuurlijk van solo's in Fortnite. Ik speel ook het meeste solo's. Ik hoor een enemy. Enemy, ga je snipen. Ik bedoelde dat als grapje, maar oké. What the fuck, het oud gozer. Oh, no way. Wacht, even een saltootje gooien. Ja, oh my god, die kerel voelt zich echt. Oh my god, oké, dat was echt de grootste luck ever trouwens. Maar jongens, welkom bij een gloednieuwe video, jongens. Super dood, zie allemaal weer kijken. En vandaag gaan we natuurlijk de solo getaway game doen. Natuurlijk, je moet de lama vangen. Voor de mensen die het natuurlijk kennen, ik ga het een beetje uitleggen. Niet helemaal, want ja, ik denk dat de meesten het wel kennen. En anders, ja, dat. Je moet natuurlijk een lama stelen uit een kluis. Of enemies doen het voor je, of jij moet het doen. En die moet je bij een bus afleveren. En dit was niet de bedoeling, ik wou bouwen, maar oké. En die lama moet je dus bij een bus afleveren. En door die lama, als je die zeg maar bij je draagt, word je minder snel. Je loopt best wel sloom. En je krijgt wel HP erbij, dus dat is wel chill. Dat ding mag wel even opzouten. Ja, die herrie hoef ik allemaal niet. Ja, het is eigenlijk... Ja, wat moet ik nog meer zeggen? I don't know. Het is gewoon, dat ding moet je pakken, deliveren en dat is de boel. Natuurlijk kan je deze game heel snel winnen. Dus zeg maar zonder kills. En je pakt dat ding gewoon en je delivered hem. Yo, dat kan er heel moeilijk uit, maar ja. Maar dat gaan we niet doen. Wij gaan zeg maar proberen deze game ook te winnen. Dus niet op die manier, maar zeg maar... iedereen killen, zodat wij als laatste overblijven. En dan gaan we die lama gewoon deliveren. Nou, tenzij als we echt in de pinaren zitten en we moeten gewoon dat ding deliveren. Dan doen we dat natuurlijk wel als gewoon de rest van de gameplay gewoon prima is verlopen. Dus ik hoop dat ik een beetje... Oké, ik ga nu die mini-shields wel meenemen. Dus ik hoop dat ik het een beetje uitgelegd heb en dat jullie het een beetje snappen hoe we het gaan doen. Dus let's go, we hebben maar één kill. Ja, dat is altijd een beetje een drama in het begin hier. Aangezien... volgens mij hoorde ik iemand, gek. Oké, wacht, ik ga even buiten kijken. Ik weet niet zeker, maar ik dacht het. Ik denk... Ja, er zijn sowieso mensen hier, maar... Oké, ik dacht echt legit dat ik iemand onder mij hoorde, maar het zal wel. Oké, ik ga wel even naar dat gebouwde gebeuren daar zo toe, want... Ja, oké, daar is de bus. Nice, dat is heel chill. Die bussen, jongens, die staan in een soort van driehoek. En die staan best wel, nou, best wel redelijk dichtbij elkaar. Dus als je een beetje in die driehoek zit, in het midden, dan kan je een beetje al die bussen een beetje gaan gluren. Dat was heel vaak een beetje in één... Oké, je snapt het. Ja, ik ben altijd een beetje druk. Het spijt me, jongens. Ik heb geen ADHD, though. Ik heb me echt legit op getest, hè. Who the fuck? Dat vind ik niet aardig. Ik neem een mini in. Komt u maar. Die muur gaat er niet lang houden. Ik let op, hè. Ik ga bouwen. Nou, schrikt hij. Dan gaat... Knijters! Weer een mini. Hij zit daar nog steeds, toch? Ik hoop het. Oké, wat ga ik doen? Ik heb hem niet. Jongen, ik kan deze kerel echt niet raken. Oké, we gaan even het dak op. Hij loopt via daar. Oh my god, gast. Dat was nog best wel close. Holy shit, gek. Oh my god, ik weet dat er verderop nog minis lagen, maar ik ga niet helemaal met, wat is het, weinig HP daar naartoe lopen. Holy shit, gek, die kerel die was moeilijk om dood te krijgen. Zo, what the hell, but we have him. Nice, chill. Oké, laten we maar zo meteen naar die bussen hier zo toe gaan. Zodat ik even kan kijken of er iemand al een lama gaat deliveren, zodat we hem hopelijk kunnen onderscheppen. Ik zie nog wat kogels, wat ik eigenlijk best wel fijn vind om mee te nemen. Geen trap, dat zie ik ook wel gebeuren als ik dood ga door een trap. Oké, nice. We hebben veel hout, gek. Knijtertje. Hij had veel, bouwmateriaal, gek. Nou, eigenlijk alleen hout. Nou, chill. Dat is nu van ons. Mooi. Oké, zit... Nou, ik denk niet dat er nog meer mensen in retail zitten. Een beetje, ja, rustige span nu hier. Dus dan gaan we gewoon doorlopen naar de actie natuurlijk. Op zich, ja, 2 kills. Prima toch. Maar ja, het is niet heel veel. Oké, er is een lama op zuid. Op, wat is het? Ja, rond, tussen noord en noordwest. Dus een beetje hier ergens bij... Kut, bij die eerste bus, denk ik al. Je kan ze een beetje zien hier ook op ease. Dus als we even naar die bussen gaan, dan kunnen we een beetje
zien van welke kant ze aan gaan komen. En dan kunnen we daar een beetje op inspelen. Een beetje campen bij die bussen. Daar kan je veel kills halen. Dus daar gaan we heen. Ik heb alleen niet echt een hele chille sniper. Een heavy sniper is het chillste. Want ja, als ze bouwen en ze bouwen gewoon één bij één, zou ik maar zeggen. Gewoon dit. Dan schiet je gewoon een trap onder een weg. Maar met een auto of een bolt krijg je niet... Die airdrop wil ik eigenlijk nakken, maar ook weer niet. Want ik zit nu precies goed. Knijters. Ja, ik wil die airdrop pakken, man. Oh, maar als hij dat gaat doen, dan weet ik... Oké, dat was te proberen. Dan weet ik dat er een lama hier gedeliverd gaat worden op een of andere manier. Dus ik blijf maar hier. Ik ga een beetje hier tussen de busjes in zitten. Holy shit, die was close. Dus ja, ik denk dat dat even de tactiek op dit moment is. Even kijken of er iemand aankomt lopen met een lama. Shit, het is best wel nog ver uit elkaar eigenlijk. Ik ga wat minder naartoe. Op dus er zitten ook mensen. Of in ieder geval één persoon. Ik weet niet of er nog meerdere zitten. Enemies! Beter komt er even iemand gewoon hier. Gewoon hier zo. Dan kan ik even iemand killen. Wat shield en zo. Oké. Wat we nu kunnen gaan doen is hier blijven wachten totdat er ooit iemand gaat aankomen met de lama. Of een beetje gaan pushen en de kills pakken. Kom op, gast. Oh, die noscope. Oh, shit. Die kill ging heel erg close. Oké, fuck it. Ik ga er naartoe. Ik ga gewoon de kills pakken. Lama, die... Snap je, lama. Dat was een goede woordgrap. Oké, nee. Ik ga gewoon even die kills pakken daar. Volgens mij is er... Is er al iemand dood daar zo? Shit, even autosnipen. Dat is niet fijn. Als hij mij één headshot raakt, jongen. I'm dead. Oké, nu zit ik een beetje achter die berg. Chill. Hier zit een persoon. Die had iemand gekillt. Ik zie ook een bolt hier liggen. I want that. Ik ga die bolt meenemen. Nice. Ik ben in ieder geval een betere sniper. Ik weet niet. Ik vind die autosnipen echt drama gewoon. Oké, daar zit een guy. Je ziet hem. Ik ga hem pushen. En ik hoop dat hij gewoon even veel shield en HP geneuzel heeft. Lek wel, man. Wat... Ja, vriend, had je niet gedacht dat ik die sprong kon halen? Woo, let's get it. Nice. Oké, hij heeft helemaal geen HP-dingetjes. Yo, ik lek als de knet. Ik heb 11 HP, maar... Holy shit, gast. Ik... Nou, het loopt niet echt direct, zou ik maar zeggen. Oké, ik zie hem. Yes, campfire. Nice. Oké, die moet ik heel even gaan gebruiken. Zo, huppakee. Oké, even hier. Volgens mij heb ik V-sync of zo aanstaan. Wat is dat? Oh ja, hier. Zet hem maar even uit. Ik hoop dat we nu minder lag hebben. Of dat het minder achter gaat lopen. Want dat was echt drama net. Zie je? Ik wist het. Als ik ging pushen, ging iemand naar de bus. Nou, helaas hebben we in ieder geval eentje misgelopen. Maar dat is natuurlijk niet zo heel erg. Want we gaan gewoon weer daarheen. Ik zie een golfcar. Laten we die maar pakken. Of zou ik die kerel op Dusty gaan pushen? Want hij zit toch bij een bus. Ik denk dat dat wel een slim is. Want gewoon die... Oeh, daar zit ook misschien iemand. Want die kerel zit nu naast een bus. Dus dat is echt een perfecte plek om te zitten. Om zo'n lama op te wachten. Oh, dat was zo close, gek. Dat was heel close. Zit hij hier nog wel? Want hij zit daar, denk ik. Daar, oh my god, daar zitten ook mensen. Het is best wel druk hier, man. Oké, ik ga deze kerel pushen. Let's go. Ik ga hem omhoog bouwen. Ja, hij zit er nog. Oké, nice. Hi. Lol. En die kerel was afgeleid. Dus, hey, gratis kills. Ja, give me that. Oh, nice. Lekker. Oké, nu zitten we chill met de loot, gast. Op wie zat hij te snipen dat het zo belangrijk was? Misschien op een lama. Ja, op een lama. Je ziet hem. Oh god. Waar zit die bus? Hier bij mij, hè? Kijk, een bouncers. Oké, ik ga hem pushen. Let's go. Hij heeft een lama. Oh, hij wordt gesniped van rechts, gek. Dat zag er best wel epic uit. Op een of andere manier. Die kogel ging... Ja, dat was leuk. Oké, waar zit die knaap dan van links? Oké, wacht. Ja. Het is nu veel directer. Nice, beter. Dan heb ik dat even gefixt. Oké, daar zit iemand. Oh, hij is dood. Oh shit, maar die lama gaat despawnen. Kom op, push me snel. Want ik ga niet... Oh. Yo, what the fuck? Ik durf die lama niet op te pakken. Dan loop ik heel slow. Fuck it, ik moet shield hebben. Zo. Oké, huppakee. Ik denk dat dit goed is. Oké, nice. Nou komen die enemies maar even een beetje naar mij toe. We bouwen dit helemaal dicht gewoon. Echt een tering dik fort gewoon. Want daar zit de gast. Kan ik even... Let op, hè. Oh my god. Ja, shit, man. Die kerel gaat me echt snipen, gek. Ik kan er precies tussendoor kijken. En dan piek ik net niet. Maar, oké, hij is gevlucht. Ja, ik loop zo slow, jongens. Dat is echt een drama. Oeh, weer terug. Hè? Hier zit ook nog een gozer, hè. Maar waar? Bij die bomen? Oké, hij schiet alles naar beneden. Ga ik ook maar even naar beneden. Mag dit edit...
Woep. Oh, what the fuck? Oké, nu zitten we gesandwiched, gek. Waar zit die gast? Ik wil die lama droppen, man. Maar dan despawnt dat ding volgens mij. Ik wil die grappler namelijk hebben. Hoe was die mis? Ja, ik ga dat ding droppen. Ik loop veel te slow. Bro, jij bent echt... Oké, ik... Waarom kan ik dat niet editen? What the fuck? Ik kon dat niet editen. Geen idee waarom. Oh god. Oh shit, was vandaar. Hoe de fuck? Hoe de fuck leven we nog? Oké, nice. Oké, we still alive? Waar de hel? Oké, ik ga zo. Die lama is 100%. Oh, hij zit er nog! Oh, daar loopt iemand. Was hij dat? Oké, ik pak de lama weer. Let's go. Oké, niet gesnijd worden, AB. Oh, dat ging nog bijna. Oh god. Oké, ik ga even die lama stelen. Ik neem wel even die minis in hier. Dank u wel. Hop, hop, hop. Oh shit, mijn muis flikkert gewoon van mijn muis wat af. Lol, dat zagen jullie gelukkig niet. Oké, die lama zit ergens hier. Dus ik ga heel even... Hij is gedespawned. Hij is legit gedespawned wanneer ik er ben. Oh god. Ja, dat was kut. Oké, we hebben in ieder geval weer de grappler. De grapper. Grappler. Jezus, wat een woord, gast. Ja, dit is kut. Oh ja, je hebt natuurlijk geen launchpads. Oké, ik heb niet zoveel bouw. Dus ik ga maar even op deze... Ah, niet snipen, niet snipen. Nee. Boe. Doei. Lekker, heerlijk. Hey, beter heeft hij veel hout. Kom op. Ja, oké, nice, lekker. Oké, volgens mij zit daar nog een... Nog een persoon. Ja, die komt eraan. Oh. Oh my god, gek. Oh, die kill, gast. Oh, shit, gek. Holy shit, gast. Nee, dat was een heerlijke kill. Die was sick, gast. Die grappler. Ik hou van dat ding, gast. Het is gewoon zo... Je kan daar echt gewoon skill mee showen. Dat vind ik een vette eraan. Oké, Oh, fuck. Er is geen één lama gepakt. Knijtertje. Ik ben de laatste. Het is gewoon klaar. Ik moet zo'n lama fixen. Kut, ik ga die kant op. Het is klaar, jongens. We hebben gewonnen. Dit was precies de bedoeling. Precies dit. Wij als laatste overblijven. En natuurlijk gewoon dan ja die lama deliveren. Easy peasy, gast. Oké, die dingen komen nu pas. Oké, we hebben gewonnen. Even saltertje gooien. Dit was gewoon de game al. Er is niemand meer over. Natuurlijk moeten we niet fall damage of iets pakken waardoor we doodgaan uiteindelijk. Dus dat is ook nog wel een ding. Dat ding mag wel even wat sneller. Wacht. Ik schiet gewoon op. Oké, je richtpunt... Oh shit, oh, daar is er ook één. Oké, kom op, even snel. Nice, oké, let's go. Kan je doodgaan als je eronder... Oké, dat... Oké. Nou, dit was het gewoon, jongens. 7 kills. Nou, prima game is natuurlijk geen 10. Puur, ja, mensen zijn wat meer afwachtender aan het spelen. Omdat ze natuurlijk die lamas willen. Maar hey, voor de rest, prima, jongen. Dikke play daarnet met die grappler gun. Holy shit. En ja, we hebben gewoon easy win. Dope. Ik heb niet zo heel veel bouw. Maar ik denk wel genoeg om gewoon een beetje bounces te plaatsen hier zo. Huppakeetje. Dit is heerlijk, jongens. Lekker. Nice. Dit was best wel een chille game, gast. Gewoon die, ja, lekkere plays. Nou, let's go. Laten we die lama maar even bezorgen, jongens. We hebben hem gejat. Het is gelukt. Solo game mode natuurlijk. Super chill. Ik vind het echt leuk. Gewoon dat je solos kan doen. Oké, niet vallen. Dat zie ik ook wel gebeuren.
En we hebben gehoord, jongens, straks je kan ook nu een dansje doen, kijk. Zonder dat je het muziekje van het dansje hoort. Dus dat is super chill. Hey! Woe! Hey! Super chill, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vond je deze video natuurlijk leuk? Vergeet niet zeker te belonen met een duimpje omhoog. Zou ik super erg waarderen. Vergeet ook niet zeker te abonneren op mijn kanaal. We gaan natuurlijk richting die 90k. We zijn er nog best wel ver vandaan. Maar hey, elk stukje wordt natuurlijk gewaardeerd. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.